Voorzitter, dank u wel. Gisteren na de eerste termijn ging onze dag verder en laat op de avond was ik in Luxemburg voor een vergadering met mijn collega's van sociale zaken. En ik kwam in die hotelkamer aan, licht vermoeid. En ik keek uit het raam en er stond een bordje met een pijl naar Echternach. Dat blijkt te bestaan. En de plaatsen zijn in Luxemburg. U weet wel van die processie van Echternach. En ik dacht terug aan de dag en aan het integratiedebat. En de worsteling, zoals de heer De Graaf dat noemt. En de balans, zoals verschillende Kamerleden dat noemen. Soms twee stappen vooruit, soms één stap naar achteren. Dat hoort bij het integratiedebat. En we voelen denk ik allemaal een enorm ongeduld om integratie te versnellen. Te zorgen dat het sneller beter gaat. Dat die verinnerlijking van waarden sneller gaat. Dat mensen eerder volwaardig deel uitmaken van de samenleving. Dat ze beter geaccepteerd worden in onze samenleving. En toch moet je bij het toepassen van de instrumenten ook altijd terughoudend zijn. En dat kwam denk ik in dit debat heel erg naar voren. Je moet in integratie wat mij betreft heel stellig zijn op de waarden die we hier verdedigen. De grondrechten, de universele waarden van de Nederlandse samenleving. Maar daar hoort bij dat je terughoudend bent met een interferentie in de vrijheid die mensen hebben om hun eigen leven in te richten, om hun kinderen zelf op te voeden, om daar keuzes in te maken. Keuzes die misschien sommigen in de Kamer onverstandig vinden, maar waarvan het hoort tot die Nederlandse kernwaarden dat je mensen zelf die afweging laat maken. Die spanning, de zoektocht naar die balans, die heb ik in dit debat gevoeld en die hebben we ook niet kunnen oplossen. En dat is niet omdat de ene partij meer gelijk heeft dan de andere, dat is omdat die spanning er nu eenmaal is. Dat is een gegeven. En bij het integratiedebat in Nederland, het integratiebeleid in Nederland, hebben wij geen keuze dan dat debat met elkaar voeren op een open manier, zonder permanent aan elkaars intenties te twijfelen bij voorbaat, met inachtneming van die vrijheden van al die Nederlanders, zo verschillend als ze zijn. Voor mij is belangrijk dat de zorgen over hoe kinderen opgroeien in die internaten, dat zijn oprechte zorgen. En we weten ook dat het voor kinderen goed is als ze niet alleen maar in hun eigen groep verkeren. Als ze in contact komen met anderen, als ze anderen leren kennen, als ze daarmee zich ook in anderen kunnen verplaatsen. Want de vooroordelen waar we deze week het onderzoek over hebben gezien, die vooroordelen die kunnen uiteindelijk in mijn ogen alleen maar verdwijnen als je in de ander verplaatst. Daarvoor is het nodig dat je elkaar ontmoet. Maar de vrijheid van mensen om hun eigen keuze te maken, ook als die keuze inhoudt dat je je kinderen naar een mono-etnische school, of een mono-etnisch internaat, of een mono-etnische religieus getinte opleiding stuurt, die vrijheid is een groot goed. En dat betekent dat we met uiterste precisie met die vrijheid moeten omgaan. Stellig op de waarde, terughoudend met de wet. In integratie is de wet niet ons voornaamste instrument. Want zodra je integratie met de wet afdwingt en verder gaat dan strikt noodzakelijk, hou je ook weer iets af van die vrijheid die hoort bij onze kernwaarden. En dan weten we dat de miljoen moslims in de Nederlandse samenleving voor het grootste deel trots zijn op die vrijheden, op die kernwaarden, daarvan willen profiteren. Maar ook het gevoel hebben dat er soms met twee maten wordt gemeten. Dus met argusogen kijken hoe we omgaan met hun grondwettelijke vrijheden. Ook die moslims die geen hoofddoek dragen, die geen niqab dragen of boerka, willen wel heel goed zien dat we zuiver omgaan ook met hun grondrechten. Ik denk dat dat in dit debat gebeurd is. Ik denk dat dat ertoe leidt dat deze wet wel degelijk bijdraagt aan integratie. Zoals heel veel van onze wetten die niet als hoofddoel hebben integratie, wel degelijk bijdragen aan de integratie. Denk maar eens aan de leerplichtwet. Een enorme bijdrage aan de integratie, maar niet als hoofddoel van de wet. Terwijl we ook de balans in de gaten houden om niet vanwege de oprechte zorgen over de integratie van kinderen in onze samenleving te ver te gaan ten opzichte van die grondrechten. Dat is de argumentatie die ten grondslag ligt ook aan mijn terughoudendheid. De heer Heerma vroeg mij om nadere toelichting daarop. Ik kom nu niet verder dan dit betoog en hij vraagt eigenlijk iets anders. Hij vraagt ook een technische exercitie over uitvoerbaarheid, et cetera. Laat ik het zo doen. Ik wil dat pre-advies nog even in een brief omzetten, zodat ik die argumenten op een rijtje kan zetten. Ik denk dat we elkaar kennen intussen in dit huis vanuit een samenwerking die op de inhoud gericht is. Als ik daar tot de conclusie kom dat ik het helemaal verkeerd heb gezien, dat die bezwaren niet van toepassing zijn, zet ik dat er ook bij. Ik reken op de Kamer dat als ik aangeef, ook na ampel beraad met mijn mensen, dat het echt niet verstandig is, niet uitvoerbaar of een overreactie in het kader van de grondrechten, dan ken ik de heer Heerma ook als eerste indiener, als iemand die daar gevoelig voor is. Dus ik stuur dat schriftelijk voor de stemmingen die voorzien zijn naar de Kamer. Ik heb respect
voor het feit dat er ook mensen zijn die zeggen, nee, die internaten jeugdverblijven, dat is juist, dat had vandaag moeten worden uitgevonden als het er nog niet was. Want kinderen krijgen huiswerkbegeleiding en er wordt ook heel veel mooi vrijwilligerswerk gedaan. En je ziet dat het kinderen ook veel verder brengt. Het respect dat ik voel wat dat betreft voor het betoog van de heer Kuzu, die net steeds bijhield wie de zaal had verlaten toen hij het woord hield, dat respect nam navenant af toen ik zag hoe hij meende heel hoog te paard te kunnen zitten over de intenties van anderen, terwijl hij met de ene na de andere uithaal naar de persoonlijke intenties van collega's hier ging. Dan zie je dus hoe nou dat luistert. Hoe belangrijk het is dat je in zo'n debat echt respectvol naar de ander luistert en luistert naar de intenties van die ander. En ik vind het moeilijker iemand serieus te nemen die op die manier zich misdraagt tegen collega's, terwijl zijn punten op zichzelf best legitiem zijn en het aanhoren waard. Voorzitter, voordat de heer De Graaf de van hem bekende en te verwachten litanie over islam als oorzaak van alle problemen noemde, had hij een heel redelijke inbreng. Hij beschreef de worsteling, hij beschreef de dilemma's die voor zijn fractie een rol spelen bij het wel of niet steunen van een wetsvoorstel. Want dit wetsvoorstel codificeert een praktijk waar de heer De Graaf moeite mee heeft. En toch ziet hij dat als een stap voorwaarts in het belang van die kinderen. Hoe groot die stap is, hij zal hem steeds kleiner maken, dat vergeef ik hem. Maar ik heb daar wel waardering voor. Het tweede deel van het betoog, dat vind ik walgelijk. Hij weet dat ook van mij, omdat ik vind dat je mensen wegzet, verdacht maakt op basis van een groep. Dat je mensen in hun individuele overtuiging associeert met geweld, met allerlei afschuwelijke dingen in onze samenleving. Maar het eerste deel van zijn betoog, dat is wat ik ga proberen te onthouden. Want dat andere deel had ik ook al vaker gehoord. Voorzitter, was het daarmee een moeilijk debat voor mij? Ik denk het wel, omdat die balans een zoektocht vergt, waarbij je telkens probeert integer rekening te houden met het belang van de samenleving om integratie zo snel mogelijk te laten slagen en het belang van ieder individu in die samenleving om in zijn grondrechten gerespecteerd en geaccepteerd te worden. Toch vind ik dat niet een reden om dit soort debatten niet te voeren. Die debatten dragen juist ook weer bij. En ook degenen die debatten volgen, die hebben daar zelf ook hun emoties bij, dragen ook weer bij aan het integratieproces als zodanig. Voorzitter, de motie van de PVV ontraad ik. De heer De Graaf is daar niet eens meer teleurgesteld over, die weet dat. De motie van de heer Kuzu onder 2 ontraad ik ook. Minister, u lokt toch een reactie van de heer De Graaf uit. Meneer, nou, even nadenken, ik moest gewoon opstaan. Want dat heeft ook tijd nodig. Voorzitter, ja, ik zit ook met belangstelling te luisteren naar de minister en naar al zijn kwalificaties. En nogmaals, ik zit niet te wachten op een beoordeling van mijn debatje of van mijn inbreng. Maar de minister schiet door inderdaad in de appreciatie van de motie. Want teleurgesteld ben ik wel zeker. In de motie staat letterlijk wie islam zaait zal sharia oogsten. En de minister maakt zich door deze motie te ontraden daar mede schuldig aan. Maar dat gaat hij later nog meemaken. Minister. Voorzitter, de dreigende ondertoon van het laatste, die kiezen voor om die te negeren. Het is bij de PVV altijd zoeken waarmee ik de geachte afgevaardigde van de PVV het meest tart. Of dat is met het benoemen van discriminatoire karakter van hun inbreng of met het geven van een compliment. Ik heb het allebei gedaan. Ik heb de indruk dat het compliment het meeste pijn deed bij de heer De Graaf. De moties van de heer Kuzu zijn eigenlijk aan de orde geweest in eerste termijn. Ik ontraad ze, omdat ik oprecht denk dat het niet nodig is. En ik heb omstandig betoogd waarom het punt van de onverwachte inspecties juist in het belang van de kinderen plaatsvindt. Voorzitter, ik zeg dank in de richting van de heer Bisschop voor de manier waarop we rond zijn amendementen hebben kunnen optrekken. In de richting van het CDA heb ik de brief beloofd, maar de meer moreel getinte en grondrechtelijk gemotiveerde toelichting hier gegeven. In de richting van de SP over de onduidelijkheid heb ik geprobeerd niet alleen te erkennen dat er misschien onduidelijkheid is, maar ook te verklaren waar die uit voortkomt, omdat er een spanning zichtbaar is tussen verschillende doelen die wel in mijn ogen oplosbaar is. Dat brengt ook met zich mee dat er een onderscheid is tussen gesubsidieerd en niet gesubsidieerd. Daar waar de overheid subsidieert, ligt het veel meer in de reden, ligt het voor de hand dat je ook verdergaande eisen kan stellen aan de manier waarop die organisaties zich opstellen. Dat geldt niet alleen bij dit onderwerp, maar dat geldt ook bij andere onderwerpen. Er zijn allerlei regels voor de gesubsidieerde kinderopvang. Die regels die zijn er niet, of in ieder geval in veel mindere mate, als iemand bij u thuis komt oppassen.
terwijl ze dan wel voor uw kind zorgt. Dat heeft ermee te maken dat de overheid met die subsidie een verdergaande bemoeienis assumeert, die ook betekent dat er toezicht moet zijn. En dat kan dus verder gaan dan bij privaat. Hier kiezen we met elkaar, denk ik, om hele goede redenen, omwille van de bescherming van het kind, voor een wettelijk kader. Ik vind de redenering dat je de wet geen bescherming zou moeten bieden als niet eerst aangetoonde misstanden zijn, een gevaarlijke redenering. Ook als er niemand vermoord wordt, zou ik moord willen verbieden. Juist als het gaat om het belang van kinderen, is er een beschermingsbeginsel. Dien je juist met elkaar te kijken hoe je voor alle kinderen in het land afdoende aan je zorgplicht als overheid om die kinderen te beschermen kunt voldoen. Voorzitter, ik heb al toegezegd in de richting van, ik dacht mevrouw Yücel of de heer Van Wijnberg in het interruptiedebat in de eerste termijn om op dat punt van niet incidenteel versus structureel, waar het amendement van was mevrouw Yücel op zag, meer helderheid te gaan verschaffen in het kader van de ANVB. Ik ben bezorgd dat het amendement in de vorm waarop het was ingediend te ver zou gaan. Ik begrijp en waardeer de zorg die mevrouw Karaboudoet heeft geuit rond de bepaling in de wet. Ik denk dat die zorg niet nodig is. Maar die toezegging die staat, ik zal zorgen dat we daar zoveel mogelijk helderheid in gaan schetsen, in gaan bieden bij die lagere regelgeving. Waarom heeft u daar zo op moeten wachten? U heeft het vrijwillig kwaliteitskader van mij gekregen, zodra het er was. Dat is een basis in combinatie met de eerste toezichtervaring, ook voor de ANVB. En u krijgt die ANVB spoedig van mij. En daar hebben we de procedure voor afgesproken in eerste termijn. Voorzitter, D66 gaf aan om in die evaluatie ook die andere punten die daar genoemd zijn rond de rol van de gemeente, rond hoe je om moet gaan met het incidentele, het jaarlijkse toezicht versus het risicogestuurde toezicht, te laten terugkomen. Ik zeg kortuitshalve toe om op de punt die hij noemde, om die bij de evaluatie te betrekken. Voorzitter, dan ga ik even na. Dan hebben wij een gewijzigde amendement onder 25 dat conform mijn verzoek gewijzigd is en dat ik dus oordeel Kamer zou willen laten, zoals beloofd. Op het amendement 26 ben ik nu dus nog negatief in mijn preadvies en blijft het verzoek tot wijzigen nog staan. Maar zal ik in aanvulling daarop de Kamer een brief doen toekomen waarin ik mijn argumenten ook van de meer technische antwoorden voorzie die gevraagd zijn door de heer Heerma. Voorzitter, ik kom daarmee aan het einde van mijn betoog en zou de Kamer en u, voorzitter, dank willen zeggen voor het intensieve, maar ik denk belangwekkende debat. We zijn nog niet helemaal klaar. Mevrouw Karaboudoet. Ja, ik had nog één vraag, namelijk wanneer krijgen we de informatie van de minister over de desbetreffende organisaties, achterliggende visie, wat in die internaten gebeurt, dus de kwalitatieve beschrijving daarvan. Ja, voorzitter, dat is een vraag die ook meer thuis hoort bij het overleg dat we onlangs hadden, waarin mevrouw Karaboudoet en ik gedebatteerd hebben over de TRSO's en de vermeende verandering van beleid van de regering ten aanzien van die organisaties. Toen hebben we ook afgesproken dat we daar nog weer op terugkomen, dat nog niet voorbij is. Dus de daar afgesproken momenten zijn de eerste momenten dat ik daar de Kamer over kan informeren. Ja, maar voorzitter, ik vraag het nu even heel concreet rondom die moskee-internaten. En wat is dan het eerstvolgende moment? Het eerstvolgende moment voor wat betreft een kwalitatief oordeel, dat zal zijn een zekere periode nadat de wet van kracht geworden is. Want dan dan is er sprake van daadwerkelijk toezichtsresultaten, van inspectieresultaten. En dan kan ik dat aan u verstrekken. Nee, voorzitter. Ik begrijp waar de minister naartoe wil, maar dit is even als aanvulling op de wet, zoals de minister zelf ook al in eerste en tweede termijn aangaf, dat een groot deel van het integratiedebat en integratieonderwerpen buiten deze wet omgaat. Het gaat mij erom, het inzicht dat de minister inmiddels heeft gekregen, 2 jaar vrijwillige omgang, inmiddels bondgenootschappen. Wat zijn nou de organisaties achter deze internaten? Waar staan zij voor? Welke banden zijn er? Wat gebeurt er in die internaten? Een dergelijke kwalitatieve beschrijving hoef je niet te wachten op een evaluatie van de wet. Ik zou het zeer op prijs stellen als we dat bijvoorbeeld direct na de zomer kunnen krijgen. Nou, voorzitter, mevrouw Karaboudoet geeft zelf aan dat dit eigenlijk buiten het bestek van de wetsbehandeling valt. Er zijn ook allerlei momenten waarop zij in de gelegenheid is dit met mij te bespreken. Dat is onlangs nog gebeurd. Die momenten komen er weer aan.
Dus dit verzoek kan ik niet inwilligen in het kader van deze wetsbehandeling. We hebben vandaag gesproken en gisteren over de merites van deze wet. Eventuele verzoeken over informatie en duiding over organisaties kan ik echt niet in het licht van deze wet inwilligen. Tot mijn spijt. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van de beraadslaging. Ik dank de minister, de leden en de overige aanwezigen voor hun inzet. Er komt nog een brief voor de stemmingen en die stemmingen zullen dinsdag zijn. En hiermee is de vergadering gesloten. Nee, ik ben naar Amsterdam.